Malieveld in Den Haag. Voor het derde jaar op rij op deze manier. God is goed. En terwijl het veld hier volstroomt, van vorig jaar weten we dat 9 uur was een beetje op het hoogtepunt. En allerlei treinen reden niet en weet ik wat er allemaal gebeurde. Maar we zijn er, toch? Yes. Het is mooi om elkaar te ontmoeten op deze bijzondere dag waarin we God aanbidden, maar waarin ook Ketikoti wordt gevierd. Afschaffing van de slavernij. Dat het juk werd afgegooid. De ketenen werden verbroken. Maar chains are gone. I've been set free. Halleluja.
My God, my Savior has rescued me. Halleluja. Ik wil vragen, Clemens van Engel, waar ben je? Of je naar voren wil komen. Ben Kroeske, of je naar voren wil komen. Voor even een goede, krachtige prediking. Het woord zegt, wie lof offert, eert mij en baant de weg. Dat ik hem Gods heil doe zien. Wie lof offert, baant de weg. Dat is wat we doen. Amen. En eert mij. Dat ik hem Gods heil doe zien. Lucas 18 vers 8 zegt, maar zal de Zoon des Mensen als hij komt wel geloof vinden op aarde. Dat is waar God naar verlangt. Verlangen we naar de wederkomst van de Heer Jezus? Ik geloof dat het ja is, of niet? En het woord zegt in Lucas 18 vers 8, als de Zoon des Mensen komt, als hij op dit moment zou komen en zijn voeten zouden landen op de Olijfberg in Israël, zijn land, de plek waar hij zo thuis is. En als de Mensenzoon komt en zijn voeten landen daar in Israël. En hij kijkt over de wereld en de Heilige Geest kijkt ook naar het Malieveld. Dan staat er, zal hij geloof vinden in deze tijd. In een tijd van groot onrecht werd dat gezegd. Lucas 18 vers 8. Zal hij geloof vinden op aarde. En ik geloof zoals we hier staan dat God door zijn geest ziet, ja, daar staan mensen. En ze hebben geloof voor vandaag in deze generatie, in deze tijd. Ze hebben geloof dat gevangenen bevrijd kunnen worden. Ze hebben geloof dat deuren geopend kunnen worden. Ze hebben geloof dat er genezing kan zijn, een bevrijding. Dat mensen tot geloof kunnen komen vandaag. Dat zielen gewonnen kunnen worden voor Christus. En daarom hebben we hier ook om ons heen staan evangelisten. Er staan mensen die ook heel graag met je bidden. Als je op zoek bent naar gebed vanavond, hier achterin staan kraampjes. Dan kan je daar gewoon naartoe lopen. De Heer Jezus zei ook, hij nam iemand uit de menigte. En dan genas hij een blinde. Dan genas hij een dove. En zo ging het. En zo mag je dan ook hier even uit de menigte stappen. En naar achter gaan. En daar staan bidders voor je klaar. En ze willen graag geloof over je uitbidden. Ze willen je graag bij Jezus brengen. Er is zelfs hier links is een doopbad als je gedoopt wil worden. Als dit vandaag de tijd is. Dat je zegt, ja, ook mijn ketenen zijn verwijderd. En ik wil Jezus volgen. Dan is dit de dag dat je gedoopt kan worden. En misschien heb je het idee van, ja, ik weet niet of ik gedoopt moet worden. Of wat de betekenis is van de doop. Een mooie reden om uit de menigte te stappen naar achter. En het evangelie te laten uitleggen. Te beginnen bij de schrift, staat er. Verkondigde Filippus Jezus. En de Ethiopische man zei, zie water, wat vindt mij om gedoopt te worden. De kern van het evangelie van Jezus Christus, leidt uiteindelijk tot de doop. Prijs de Heer. Nou, ik heb Ben Kroeske gevraagd om even kort het evangelie te delen in het Engels. We weten dat er ook, vorig jaar werd hij 500.000 keer bekeken, deze livestream. Deel hem trouwens. Terwijl Ben hier straks de microfoon pakt, pak je microfoon, pak je telefoontje even. Wie kan even zijn microfoontje hoog houden? Sorry, zijn telefoontje. Kunnen we even alle telefoons zien? De iPhones, mag ik die zien? De Samsungs, mag ik die zien? De Oppo's, mag ik die zien? En alle andere mensen die naar de kijkshop zijn geweest, ja, die bestaat niet meer, maar ook alle andere telefoontjes. Als je gaat naar www.presence.nl, P-R-E-S-E-N-C-E. Als je het verkeerd schrijft, kom je ook op onze site. We hebben alle domeinnamen even geclaimd. Presence.nl. Dan klik je daar op de button, ga naar Liederenblad. Dat is het eerste wat je straks kan doen en daar kan je de hele avond meezingen. Maar daaronder zie je twee buttons. Een groene button, die is voor straks. Dat is om het werk wat hier gebeurt te zegenen, dat is later op de avond. Maar er staat links staat ook een button met een YouTube-symbooltje erop. Daar kan je op klikken en als ze dat allemaal doen, zorgen ervoor dat de livestream de wereld overgaat. Dus klik even op die button, open even YouTube. En stream gewoon even een paar minuten mee met wat hier gebeurt. Zodat we de stream de wereld in helpen en duizenden mensen op heel de wereld nu mee kunnen kijken en honderdduizenden terug kunnen kijken. Maar omdat er zoveel mensen in het buitenland ook meekijken, heb ik Ben gevraagd om even in één minuut in het Engels het evangelie te delen en daarna Clemens. Mijn grote vriend. En Ben ook, mijn grote vriend.
om ook even het evangelie te delen. One minute preaching. En daarna gaan we weer verder met een geweldige aanbidding. Ben Kroeske uit Amsterdam. Halleluja, dankjewel Wim. We zijn hier voor de naam van Jezus, amen. Well, maybe you're in this place today and you don't know Jesus. You know, I know we're here with a lot of believers, but maybe people here on this field or maybe watching online, you don't have your peace with God, you have never met the Lord Jesus for yourself. Then today is the day of salvation. The Bible says that we have all sinned, we all fall short of the glory of God. The wages of sin, what we deserve is death, but the free gift that God has for every person under the sound of my voice is eternal life through Jesus Christ. The Bible says that whom the Son sets free is free indeed. He's the ultimate chain breaker. He's the ultimate life giver. He's the ultimate peacemaker. And you can have peace today. My friend, let me ask you this. If you would lay your head on your pillow tonight and you never wake up, where would you go? Where would you spend eternity? Would you know you have peace with God? Would you know that heaven is your home? Tonight you can know for sure, because there's one way. Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father but by me. His name is the name that is above every other name. His name is the access key to heaven and to life eternal. You might be the worst sinner in all of Holland, but Jesus loves you very much. He gave his life for you. God so loved you that he gave his only begotten Son, that whosoever would believe in him would not perish but have everlasting life. Tonight it's so simple. All you have to do is call on the name of Jesus and believe in him with all your heart. Tonight, it doesn't matter what you've done. It doesn't matter where you're from. You can have peace with God through Jesus Christ. I know when I gave my life to the Lord, my life was very far from God, but God was looking for me. And I can tell you, my friend, he is looking for you and he loves you very, very much. The world has nothing to offer. The world will only make you more and more empty, but Jesus will give you true peace. Jesus will give you life in abundance. He said, when you drink from the water that I will give you, you will never thirst again. We've tasted and seen that God is good. And you too, you can receive that freedom tonight. You can receive that peace tonight. And you can know that heaven is your home tonight. All you have to do is call on Jesus. So if you're in this place, on this field, or watching online, and you don't have that peace, you don't have that eternal assurance that heaven is your home, why don't you call on Jesus tonight? Why don't you tell him, Lord, I'm a sinner and I need you. I need your love. I need your forgiveness. I need you to step into my heart. Take out the heart of stone and give me a brand new heart. Tonight is your night, my friend. You know, if you're on this field and you need to make that decision, just turn and go to one of those stands on the back. And tonight, make the decision to leave the old life of sin and self behind and turn your life to Jesus. Amen. God bless you all. Let's lift up the name of Jesus tonight. Jezus voor Den Haag. Halleluja. Jezus voor Nederland. Wie de Zoon heeft, is waarlijk vrij. Wat is echte vrijheid, lieve mensen? Niet ketty-kotty, maar die banden zijn verbroken. Lieve mensen, losbandigheid, hoererij, al dat soort praktijken. De zonde, de slaaf, nu moeten geen slaaf zijn van de zonde, lieve mensen. Dat is die vrijheid, de Heer Jezus Christus heeft ons vrijgezet. En hij wil jullie vrijmaken. Als je Jezus nog niet kent, lieve mensen. Lieve mensen. We hebben allemaal een hart. En achter de deur van je hart zit er een verhaal. Achter elke deur van een hart zit er een verhaal, lieve mensen. Maar ik had ook een verhaal achter mijn deur van mijn hart. Losbandigheid. Verslaving. Criminaliteit. Ik kan er nog zoveel meer opnoemen. Maar toen kwam de verandering. De echte ketty-kotty. De verandering, lieve mensen. Laten we niet in het verleden hangen. Het is een zwarte bladzijde geweest. Maar laten we vergeving vragen. Want vergeving is de sleutel. Laten we niet hangen in bitterheid van het verleden. Maar we hebben Jezus Christus nodig, lieve mensen.
dat elke bitterheid zal wijken in de naam van Jezus. Lieve mensen, zoals het volk van God uit Egypte kwam, wilden ze terug naar de vleespotten. Maar weet één ding, niet terug naar de vleespotten, lieve mensen. Echte ketikoti, de bevrijding is alleen Jezus bevrijd, lieve mensen. De verandering kwam in mijn leven 2012, toen ik op mijn knieën ging. Toen ik mijn handen uitstrak naar Jezus. En ik vroeg maar één ding aan de Heer Jezus Christus. Heer Jezus, wilt u mij vergeven van mijn zonde? Heer Jezus, kom in mijn hart. Want ik heb u nodig, lieve Heer Jezus. En de Heer Jezus kwam in mijn hart. En zijn liefde kwam als een dynamiet in mijn hart. Wauw, vanaf dat moment kwam de Heer Jezus in mijn hart. En ik lag plat en ik kon alleen maar janken. En de Heer Jezus heeft mij vrijgezet, lieve mensen. Lieve mensen, als jij hier bent en je kent Jezus nog niet. Er is maar één ding. Eén ding hoef je te doen. Buig je knieën voor Jezus. En vraag aan Jezus. Heer Jezus, kom in mijn hart. Vraag Heer Jezus om vergeving van je zonde. Want geen enkele zonde is groot voor God. Geen enkel. Misschien loop je hier rond. En denk ik ben zo slecht. Dat ik niet bij God kan komen. Maar de Bijbel zegt. Als je tot hem nadert. Dan nadert hij tot jou. Lieve mensen. Kies voor Jezus. Kies voor Jezus. Er zijn lieve mensen hier die rondlopen. Met hesjes. Als je gebed nodig hebt. En je kent Jezus nog niet. Of misschien ben je al bij Jezus. Maar je worstelt. Misschien met ongeloof. Maar Jezus Christus komt je te hulp. Lieve mensen, ken je Jezus nog niet? Er zijn lieve mensen hier die graag met jullie willen bidden. En ze zijn in voor een goed gesprek. En het gaat om de liefde van Jezus. Loop naar de mensen toe. Geen veroordeling. Want Jezus is niet gekomen om te veroordelen. Maar hij is gekomen om te redden. Want zijn naam is Redder. Lieve mensen, dank u Jezus. Halleluja. Dankjewel Clemens, dankjewel Ben. Verlang je naar vergeving, verlang je naar bevrijding, genezing? Dit is de plek. En je kunt straks naar achter gaan, op elk moment kun je naar achter gaan. Neem de tijd ervoor, er staan lieve mensen voor je klaar om voor je te bidden en er voor je te zijn. Dit is je avond, dit is je moment. Vader, ik bid dat vanavond velen gered zullen worden in de naam van Jezus. Ik bid dat velen bevrijd zullen worden tijdens de aanbidding. Als uw glorie hier is, Heere, dat in uw aanwezigheid, dat de bevrijding, genezing, bekering, vergeving is. In de naam van Jezus, door het bloed van Jezus, door de kracht van het kruis. Zo laten we nu zingen, halleluja, salvation and glory. Ga naar www.presence.nl, klik op liedblad en je kunt meezingen de hele avond lang. Deel de link even met je vrienden, zodat iedereen mee kan genieten van wat hier gebeurt. www.youtube.com/presence.nl. Lord our God is omnipotent.
Hallelujah. Hallelujah.
Fighting for us. Yes. Hallelujah.
Halleluja. Dus laten we weer een moment hebben van gebed. Want we hebben de naam van Jezus aangeroepen en wat is het krachtig om op zo'n moment te bidden voor ons land. Laten we allereerst bidden voor alle mensen, voor hooggeplaatsten, voor regeringsleiders, voor de mensen om ons heen. Zodat we een stil en rustig leven zullen leiden. Zodat alle mensen tot kennis van de waarheid komen. Zodat we Jezus leren kennen als de enige middelaar tussen God en mensen. Zei Paulus tegen Timotheus. En ik wil een paar mensen wil ik vragen om naar voren te komen te bidden. Allereerst Peter de Hoop. Peter, je bent boer. En ik wil vragen om te bidden voor de boeren in Nederland. Ik wil vragen aan John Baak om naar voren te komen. John, je bent huisarts. En ik wil vragen of je wilt bidden voor de huisartsen. Vanmiddag stonden we hier met net zoveel huisartsen als dat er nu mensen zijn. Zo'n 12.000 mensen stonden we hier op het veld. Een gigantisch grote menigte. En was een manifestatie van de huisartsen. En al het was erop gericht totdat de minister zou komen, Ernst Kuipers. Maar hij kwam niet. Het was niet fijn, het was niet leuk. Er waren andere prioriteiten kennelijk dan de huisartsenzorg. En ik vind het zo bijzonder dat degene die wij dienen, dat hij altijd op komt dagen. Hij is er altijd. Ik wil vragen aan Henriette van Wengerden om naar voren te komen. Je bent agent om te bidden voor de politie, voor veiligheid in Nederland, voor justitie ook. Ik wil vragen aan Matanja Schijf om naar voren te komen. Je bent leerkracht. En ik wil je vragen of je wilt bidden voor het onderwijs. En ik wil vragen of Don Seder naar voren kan komen om te bidden voor het parlement, voor regering en overheid. Dus de eerste die ik wil vragen om te bidden is Peter. Peter de Hoop. Je bent boer op Goeree Overflakke. Oh, sorry, zeg ik verkeerd? Oh, Zeeland. Niet Zuid-Holland, maar Zeeland. Yes. En Schouwen-Duiveland, precies. En wat ik van jou weet, is dat jij een strijder bent voor recht in de hemelse gewesten. Dat jij het niet verwacht van de politiek, in de eerste plaats. En dus ook niet verbitterd bent. Omdat jij ziet op God. De God van hemel en aarde. De beste boer die ooit bestaan heeft. Yes, Peter. Je naam is Hoop. Zo spreek Hoop op in Nederland. Ja, hoe geweldig is het om met elkaar God groot te maken hier. En te weten dat er een God in de hemel is. In de tijden waarin we nu staan als agrarische sector. Waarin we weggeblazen lijken te worden. Maar Hij is koning en Hij regeert. Dank u wel, Papa God, dat we hier mogen staan voor u. Voor uw troon, Heer. Dat we mogen weten dat u de schepper bent van hemel en aarde, Heer. En dat u de details van deze aarde kent, Heer. Heer, en ik bid en ik pleit voor onze sector, maar voor ons hele land. Dat we mogen weten dat u alle details kent en die ook aan ons waar wil maken en aan ons wil vertellen, Heer. En ik bid ook uit dat de politiek dit zou mogen onderkennen en mogen weten dat u degene bent die de sleutels heeft. Heer, ik wil bidden voor wijsheid voor de politiek. Maar tegelijkertijd wil ik ook bidden voor alle gezinnen die op dit moment ervaren dat ze geen bestaansrecht meer hebben. Dat ze er niet meer toe doen. Heer, we brengen ze voor uw troon. Heer, we smeken dat ze mogen zien op u en mogen weten dat u degene bent die regeert en die ons nooit in de steek zal laten. Heer, en tegelijkertijd wil ik bidden voor de onrusten die er zijn. Heer, ik bid dat de rust weer weder mag keren. Dat we waardig om zullen gaan met de politici die de beslissingen nemen. Heer, zij mogen wijsheid ontvangen. En ik bid rust en vrede over de hele sector uit, Heer. Want u regeert en u bent koning. Halleluja. Amen. En met jou omarmen we op dit moment alle agrariërs, de tuinders. Alle mensen die letterlijk met hun voeten in de aarde staan. Omarmen we als Kerk van Nederland. We zijn dankbaar voor het voedsel dat jullie produceren. We zijn dankbaar ook voor jullie zoektocht naar recht als het gaat om het eren van de schepping. En ik ben ook dankbaar dat jij dat ook doet. Ik ken je ook. En ik wil vanuit de grond van mijn hart danken. Iemand zei laatst, in de oorlog toen er honger was, in 40-45, waar ging Nederland naartoe? We gingen naar wie toe? Naar de boeren. Naar de boeren, ja. Daar kwam het voedsel vandaan. Dus daarin willen we je ook zegenen in de naam van Jezus. En we bidden inderdaad wijsheid voor de overheid in Jezus' naam. Amen. Yes. John Baak, huisarts.
Zou jij willen bidden voor de gezondheidszorg in Nederland? Zullen we bidden met elkaar? Vader, ik wil u danken dat dezelfde geest die in Jozef was, in ons is. Die in een tijd van crisis hemelse blauwdrukken ontving. Ik wil u danken dat we mogen leven in deze tijd, want u heeft ons gemaakt voor een tijd als deze. En samen met iedereen op het veld bidden we voor de gezondheidszorg in Nederland. We hebben hemelse blauwdrukken en antwoorden nodig. Maar dank u dat Jezus in ons woont. Jezus het antwoord voor deze wereld. En ik wil u danken dat we vol hoop mogen zijn, want dat zijn we ook, omdat u in ons leeft. We zegenen alle mensen die in de zorg werken. We bidden voor energie, kracht, inspiratie. We bidden dat heel veel mensen u mogen leren kennen. Dat mensen genezen mogen worden omdat ze Jezus ontmoeten. Vader, we bidden voor inderdaad alle huisartsen. Voor alle mensen die in de zorg werken, alle ondersteuners en assistentes. Dank u dat u naar hen omziet en geeft ze kracht om het werk te doen. Wat ze doen met liefde en met passie. Ik wil u danken dat u het antwoord bent. En zo zegen we de gezondheidszorg in Nederland. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel. Matanja, schrijf, als leerkracht wil ik je vragen om te bidden voor het onderwijs. Ja, lieve Heere God in de hemel, dank u wel voor deze bijzondere generatie die u klaar aan het maken bent. Heer, voor een tijd als deze. Ik moest deze week er zo aan denken, Heer, dat wij als volwassenen om hen heen mogen staan, hen mogen zegenen, voor hen mogen bidden. Heer, maar dat we hen ook mogen vertellen dat ze niet bang hoeven te zijn. Dat ze niet angstig rond hoeven te zien. Heer, maar dat we ze mogen vertellen dat er een God is die van hen houdt, die hun op het oog heeft, die hun gepland heeft voor deze tijd. En dank u wel dat u zegt in uw woord dat u onze hand vasthoudt. En dat u tegen ons zegt dat u bij ons bent, alle dagen van ons leven. En dat bidden we ook echt voor de jongere generatie. Heere God, Heer, dat we ze mogen vertellen dat ze bijzonder zijn. Dat u ze gepland heeft en bedoeld heeft. Wilt u ons vullen met liefde voor hen? In Jezus' naam. Amen. Dankjewel, Matanja. Henriette, zou je willen bidden voor politie, veiligheid, justitie en ook de rechterlijke macht? Denk ik, pakken we dan meteen erbij, toch? Of niet? Je bent wijkagent in Blijdorp in Rotterdam. Geweldig dat je hier bent. We spreken elkaar regelmatig, tenminste via de app. Omdat je zo meeleeft ook met wat er via Presence gebeurt in Nederland. En ik denk dat als je dat voor Presence doet, dat je dat ook doet voor de breedte van de kerk. Dus daar wil ik je van harte voor bedanken. Ja, lieve Vader, ik dank u dat ik uw kind mag zijn. Heer, door uw genade, Heer. En ik dank u, Heer, dat Jezus kwam voor een ieder. Heer, en zo bid ik hier voor mijn 65.000 collega's van de politie in Nederland. Heer, ik bid u, Heer, van hoog tot laag, ieder niveau, achter de schermen of zichtbaar op straat, en mee of gewoon aan de intake en service. Heer, iedereen, u kent ze. U heeft ze lief. En ik bid uw zegen van vrede en liefde over hen. Heer, ik bid dat hun hart zich gaat neigen naar uw normen en waarden. Heer, ik bid, Heer, dat ze in de strijd, beschadigd misschien wel, Heer, de trauma's of de haat vanuit de bevolking, omdat ze moeten handhaven. Ik bid, Vader, dat u genezing brengt tussen deze partijen. Heer, dat u een rechtvaardige rechter bent over ons. U bent onze sterke arm. En ik bid, Vader, dat uw koninkrijk zal komen, ook binnen de politie. Amen. Dankjewel, Henriette. En wil ik Don Seder vragen, je bent christen kamerlid. En het is geweldig dat er in de Tweede Kamer, in allerlei verschillende partijen, dat er mensen zijn in wie de Heilige Geest is. Ik vind het geweldig dat in die 150 stoeltjes in de Tweede Kamer, en die, wat zijn het, in de Eerste Kamer, 75 geloof ik. Ja, dat daar in een aantal van die stoeltjes de Heilige Geest zit. Omdat de Heilige Geest in een aantal kamerleden is. En Don Seder is één van die kamerleden. Je staat hier niet in de eerste plaats als politicus. Je staat hier net zoals wij, als deel van de bevolking van Nederland. En dan vind ik het mooi dat je een gebed bidt over het parlement, de regering, maar ook over Nederland. Dankjewel, Don. Dankjewel. Laten we bidden voor onze regering. Spreuken 4 vers 23 zegt, boven alles boert je hart. Want daar komt de oorsprong van het leven. Daar zit de bloei, daar zit de kracht
En ik wil ook dat we als broeders en zusters, als christenen ook gaan bidden voor de harten. De harten van de regering, de harten van de bevolking. Want er gebeurt veel. Er gebeurt veel om ons heen. Prijzen worden duurder. We hebben heel veel conflicten in dit land. Maar het zijn niet de dingen om ons heen die bepalen waar we heen gaan. Het is wat wij in ons hart hebben. Dus bovenal, laat ons hart behoeden. En laten we dat bidden voor de regering, maar ook voor heel Nederland samen als christenen. Trouw God, ik wil u danken, Vader, voor wie u bent, Heer. Vader, dank u dat u harten aanraakt en harten verandert, Vader God. Vader, dank u dat we op een veld staan met mensen wiens hart u heeft aangeraakt, getransformeerd, Vader God, die vrucht mogen dragen, Vader. Vader, wij bidden zegen, Vader. Zegen voor de overheid, zegen voor de regering, Vader. Vader, er gebeurt heel veel, Vader God. En Vader, wij bidden, Vader, raakt u de harten aan, Heer. Van ieder wie nu invloed heeft, voor ieder wie nu macht heeft, Vader God, die keuzes moet maken. Vader, wij bidden dat u hun harten mag aanraken, Vader God. Vader, dat zij keuzes maken die leven voortbrengen, Vader God. Dat zij keuzes mogen maken die mensen dichter bij elkaar brengen, Vader God. Vader, dat zij keuzes mogen maken die voorspoed en vrede en gerechtigheid brengen, Vader God. Vader, uw hart, uw hand is niet te kort, Vader, om te veranderen. En wij bidden u, Vader, verander de harten, Vader, van de wereldleiders wereldwijd, daar waar er conflict is. Vader, breng vrede, dat bidden wij, Heer. Vader, breng vrede, Vader, hier in het parlement. Wij bidden en zegenen onze minister-president. Alle ministers, Vader, die elke dag bezig zijn met ingewikkelde keuzes, Vader God. Zegenen en geef hen wijsheid, Heer. En raak hun hart aan. Laat hen vrucht dragen, Vader. En laat hun besluiten wijs zijn en vrucht dragen. Vader, wij bidden voor alle Kamerleden, Vader. Alle 150, Vader. Dat elke dag, Vader, u hun hart mag behoeden, Heer. En dat ze keuzes mogen maken wat voorspoed en vrede brengt voor het hele land in de naam van Jezus. Dat mensen dichter bij elkaar brengt, Heer Vader. Vader, laat uw Heilige Geest, Vader, iets nieuws, een frisse wind laten waaien, Vader, door de kamer, Vader God. En dat er niet alleen verdeeldheid, maar dat er eenheid, Vader, zal heersen, Vader God. Vader, wij bidden voor dit land, Vader God. Vader, wij bidden voor dit land, voor de bevolking, Heer. Vader, wij bidden dat de kloven gedicht mogen worden, Vader. Tussen arm en rijk, jong en oud, Vader. De Randstad en de regio. Vader, brengen ieder dichter bij elkaar, Vader God. En ik bid dat u de christenen in het land, Vader, zult doen opstaan, Heer. Vader, dat u hen zult doen opstaan, Vader, om die vredestichters te zijn. Dat u die christenen zult doen opstaan, Vader, om geen verdeeldheid te zaaien, maar vredestichters te zijn, Heer. Vader, dat ze aan onze vruchten mogen zien dat u het bent, Vader God, die door ons heen werkt en die ons veranderd heeft, Heer. Vader, laat ons een getuigenis zijn waar we ook zijn. Vader, in de kamer, daar waar we naar werk gaan. Maar Vader, ik bid bovenal, Vader, leid dit land, Vader, zegen Nederland, Heer. En als we hier zijn, Vader, bidden we één ding, Heer, Vader. Leid ons en geef ons wijsheid, Vader. Geef u alle eer en alle glorie wat u al aan het doen bent en gaat doen. In de naam van Jezus. Amen. Jezus, wij verhogen u. We erkennen u alleen als Heer. Kan ik een amen horen? Yes. Dus laten we dat samen gaan zingen.
Wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven.
de storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U bent de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder boulder valt neer. Na boven alle namen. Laten we blijden met elke stem. Voor eeuwig is zijn heerschappij. Zing! Voor eeuwig is uw over now.
Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. There's power in the name of Jesus. There's power when we call on
you, Jesus. It's all in your name. It's all in the 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 name of Jesus. There's power when we call on the name of Jesus. It's the name above every other name. The name above every other name. Zegt, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersters van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. En dan wordt de geestelijke wapenrusting wordt genoemd. En ik wil vragen of pastor Arno van der Knaap, zijn vrouw Vanessa, hier naar voren wil komen samen met zijn gezin te bidden voor tieners en voor kinderen, voor huwelijken en voor gezinnen in Nederland. Dan zullen we ondertussen zullen we het lied zingen, I love you forever. We love you forever.
Halleluja. We zijn hier op een goede plaats samen, of niet? Ik woonde hier een paar honderd meter vandaan. En ik groeide op in de koffieshop. Was mijn tweede huis een paar honderd meter aan die kant. Maar ik ben dankbaar dat Jezus Christus mij veranderd en gered heeft. Halleluja. Heel veel mensen maken zich zorgen over deze tijd. Maar je moet weten, opstandingskracht werkt alleen op dode plaatsen. De opstandingskracht van Jezus Christus werkt alleen op dode plaatsen. Je moet je niet zorgen maken als het donker en duister wordt. Want dat is juist het moment dat de opstandingskracht op gaat staan. Zeg even tegen je naasten, dit is onze tijd. Dit is onze tijd. Kom aan, dit is onze tijd. Wim, dit is onze tijd. En het woord van God zegt, laat je door niets ontmoedigen of tegenhouden. Want de Heere, jouw God, is met je totdat de bouw van het huis van God gereed is. Laat je door niets ontmoedigen of tegenhouden. Dit is onze tijd. Er is een nieuwe generatie aan het opstaan en ik zeg je, dit is onze tijd. Nederland heeft Jezus nodig. Nederland heeft de levende kerk nodig. Halleluja, ik wil vragen of iedereen zijn handen kan opheffen tot de levende God. Vader God, we komen vandaag voor uw troon, mijn God, heren. Heren, wij danken u voor een leger als hier. Wij danken u voor uw kinderen, heren. Het is onze tijd om te schitteren. Het is onze tijd om op te staan. Heren, we bidden voor opstandingskracht in ons leven, heren. Heer, om dode mensen tot leven te brengen. Hey, om zondagen te trekken uit de duisternis. Hey, om leven te spreken tegen onze broeders en zusters. Heer, om steden en de natie te veranderen voor uw koninkrijk, mijn God, heren. Heer, we bidden voor de jongeren. We bidden voor deze nieuwe generatie, mijn God. Heer, laat hun ervaringen krijgen met uw kracht. Ervaringen krijgen met uw liefde. Laat ze levende getuigen worden van uw liefde, heren, mijn God, heren. Heren, dat er een verandering gaat komen. Nederland heeft Jezus nodig. Wij hebben u nodig, heren. Wij hebben uw liefde nodig. Wij hebben uw kracht nodig. Wij hebben de openbaring van Jezus nodig in ons land, heren. Mijn God, bezoek ons. Mijn God, bezoek ons door ons heen, heren. Bezoek dit land door ons heen. Laat iedereen weten in dit land dat Jezus leeft. Laat opstandingskracht werken in uw kinderen, heren. Laat opstandingskracht dit jaar, 2022, werken in elk kind van God hier aanwezig. En iedereen die luistert, in de naam van Jezus. Heer, dank u wel voor uw goedheid en uw genade, elke keer weer en over ons heen, heer. Dank u wel als jongeren dat we mogen opstaan, heer. Dat niet dat er is geen andere naam dan de naam van Jezus. En dank u wel dat we dat mogen proclameren in alles wat we doen, in onze daden, in onze acties, hier in ons hart. Dank u wel dat we ons hart helemaal mogen openstellen naar u toe, heer. Heer, dat we naar onze vrienden uw liefde mogen uitstralen, uw genade mogen uitstralen. Dank u wel voor uw genade die u elke keer weer laat tonen aan ons, heer. Heer, dank u wel dat als we fouten maken dat u er weer bent, heer. En als we opstaan dat u er weer bent, heer. Heer, voor ons, naast ons, achter ons staat u er, heer. En dank u wel dat u er zoveel liefde naar ons mag tonen. En dank u wel dat we ons hart naar u mogen openstellen. Dank u wel dat we elke keer weer uw liefde mogen uitstralen naar iedereen om ons heen, heer. Heer, naar onze familie toe, heer. De mensen die ons pijn hebben gedaan. Dank u wel dat we mogen zien hoe goed u bent, heer. Heer, en dank u wel dat we mogen uitstralen naar anderen, heer. Dank u wel dat we als jongeren een voorbeeld mogen zijn, heer. Heer, dat iedereen net als ons wil zijn, heer. En dat we niet moeten opkijken naar de ouderen, heer. Heer, maar dat we zullen opkijken naar ons als jongeren. Dank u wel voor uw mooie liefde die u elke dag weer laat zien aan ons, heer. Heer, en dank u wel dat we daarvan een voorbeeld mogen zijn als jongeren. Heer, dank u wel dat de kinderen die jonger mogen zijn, dat ze nog beter mogen zijn dan ons als deze generatie van jongeren, heer. Heer, dank u wel dat we een voorbeeld mogen zijn in alles wat we doen, in onze daden, heer. Op ons werk, op school, als we thuis zijn, naar onze familie toe, heer. Dank u wel dat we echt uw genade overal mogen laten zien. In Jezus' naam. Ja, Heilige Geest, vult ons met meer van uw kracht en met uw vuur, heren. Heren, en breng eenheid in ons hart, heren. Heren, dat wij als christenen als één volk, heren, want wij dienen één God, heren. Heren, dat er de verdeeldheid, heren, dat wij het ook uit ons hart zullen banen, heren. Heren, dat we ons geleid mogen worden door uw Heilige Geest. Heren God, ik bid in de naam van Jezus, Heilige Geest, kom met uw kracht, kom met uw vuur. En vult ons meer en meer, maak ons vurig voor dit land. Maak ons vurig voor dit land, heren. Heren God, in de naam van Jezus, dat als wij straks naar huis gaan, heren God, dat dezelfde vuur in iedereen's hart is. Heer, en dat ze het evangelie zullen verkondigen. Heer, en dat we anderen kunnen aansteken, heren. Heer God, en dat, dat de vuur steeds groter en groter wordt. Heer God, en dat als Presses elke naar een andere plek gaat, dat daar ook weer de vuur aangestoken wordt. Heer God, en dat straks het hele Nederland, vader, aan één vuur aangestoken wordt. Heer God, en ik bid, vader, dat we het voorbeeld zullen zijn. Voorbeeld zullen zijn voor het overheid, voor de scholen, vader, overal, dat hun aan de christenen het advies kunnen vragen. Hoe doen jullie dat? Heere Vader, ik bid in de naam van Jezus. Vader, Heere God, dat u ook
de christenen meer plek zullen geven op de plekken, Heere God. Vader, Heere God, om daar, Vader, uw werk te doen. In de naam van Jezus, ook in het overheid. Ik bid, Heere, dat er ruimte gemaakt wordt voor christenen. Heere God, op de scholen, dat er meer leerkrachten, christelijke leerkrachten zullen komen. Heere God, in de naam van Jezus, beweeg in hun harten. Vader, Heere God, dat ze het evangelie zullen brengen, Heere God. Heere God, en dat ook de leugens, Vader, die we het evangelie niet mogen brengen, dat ook gebonden wordt in de naam van Jezus. En dat er de deuren opengemaakt worden van ga en verkondig het evangelie. Heer, dat mensen niet meer eromheen kunnen, want wij dienen een levende God. In de naam van Jezus. Amen. Abba Father.
Vader, we zijn u dankbaar voor alle mensen die vanavond bevrijding hebben gevonden. Voor alle mensen die hun leven aan Jezus geven vanavond. Heer, het is al gebeurd en het zal voor de rest ook nog gaan gebeuren. We danken u voor alle mensen die gedoopt zijn aan de rand van het veld. En die hun leven overgeven aan de Heer Jezus. En zeggen, ik wil vanaf nu als discipel van de Heer Jezus leven. Geen secret mission meer. Maar openlijk voor de hemelse gewesten. For all to see. Zodat iedereen het kan zien. Zodat de wereld van God het kan zien. Maar ook de wereld van degene die tegen God is. Voor alles zichtbaar is. Ik ben een volgeling van de Heer Jezus. Niet uit eigen kracht, maar door genade alleen. Ze laten we verder gaan om God te aanbidden. Elvis, wat gaan we zingen? The goodness of God. Ze laten we twee liederen zingen om te getuigen van wat God doet in ons leven. Over de goedheid van God. En daarna ook Jireh, over de voorziening van God. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Yeah.
nothing I can do to let you down. And it doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean. You are enough.
time, Jireh, let's say it out. Jireh, you are enough. You are Jireh. Jireh. Mogen eren, dat is met wat we van hem hebben ontvangen. En als we zo nu terugkijken op wat we al hebben beleefd en vooruitkijken naar wat we straks nog gaan beleven. Oh. Hier straks nu, eens kijken naar de toekomst met Jezus, waar je nu ook doorheen gaat, er is voor zoveel mensen al gebeden. Er is voor zoveel mensen al gebeden. Ik zou willen dat ik alles kon vertellen wat hier gebeurd is op dit veld. Ik geloof dat er hier binnen 2 jaar, dat er hier minimaal 1 keer een 3-daagse campagne gaat plaatsvinden. Zoals in 1958. En dat het veld vol zal zijn van bekering, wedergeboorte, bevrijding, genezing. Dat vele duizenden tot Jezus gaan komen op dit veld, op deze plek waar we hier staan.
En het zal niet nog 4 jaar duren, het zal zijn binnen 1 of binnen 2 jaar. En wat we hier doen, is dat we de grond ploegen tot dat moment. Er is 1 ding dat dan een beetje jammer is, dan stoppen wij, want dan gaat de volgende gaat verder. En wat wij doen is ploegen op dit land. In het verlangen dat er hier verder ook gezaaid gaat worden. En misschien gaan we door als God het geeft. Om God aan bidden, want er kan nooit een einde aan komen. Er zijn, wat is het, 8, 9, 10 mensen gedoopt al. Dit is jouw avond dat het kan gaan gebeuren. Er zijn veel gebeden voor mensen. Er komen mensen hier naar het podium toe die zeggen, bid alsjeblieft voor mij. Wij verwijzen ze door naar de plekken daarachter. Want daar staan mensen om te bidden. Dennis, ik zie je staan. Zie jij naar voren willen komen? En daarna gaan we... We gaan in het liederenblad gaan we wat liederen gaan we even aanpassen. Dat hoort ook bij ons. Overslaan, hè? Het is een keuze die we maken uit liederen. Ik wil vragen of u even naar uw telefoontje wil gaan. Als u het liederenblad al voor u heeft. Of dat u even gaat naar presence.nl. En ik wil u vragen om mee te zaaien in het werk dat hier gebeurt op dit veld. Wat wij nooit doen is een collecte vragen voor de onkosten. Want God betaalt alles wat hier gebeurt. Dus wij hoeven ons nooit druk te maken over de kosten. Maar het aanbod dat we u doen, is om te zaaien in de goede grond van wat Nederland doet. Wij geven dat ook weer door aan anderen. En dat is de uitnodiging die ik graag wil doen. En Dennis, zou jij daar even iets over willen vertellen? Over waarom jij dat doet, ook in Nederland. Om te zaaien in wat hier gebeurt. Of je gewoon daar wat woorden naar God te willen uitspreken. Een dankgebed over degene die dat op dit moment gaan doen. Dus voor de mensen thuis... Ik wil u vragen om te gaan naar www.presence.nl/ondersteunen. Voor de mensen hier op het veld wil ik u vragen om uw telefoontje te pakken. En te gaan naar de groene knop beneden waar staat ondersteun Presence. Eigenlijk klopt dat niet helemaal. Wat we daarin doen is niet het ondersteunen van Presence. Maar het is het zegenen van wat God doet in ons land. Dus ik wil u dat aanbieden om te doen. En ik wil Dennis de Graaf uit Bunschoten Spakenburg vragen om een gebed te bidden. Voor al die mensen... Die dat doen en die op deze manier het werk van God zegenen. Je verrast me er wel een klein beetje mee, Wim. Maar ik wil heel graag daarvoor bidden. Allereerst wil ik bidden, Vader God, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze schitterende avond. Wat een geweldig feest, Heer, dat we hier met zoveel mensen u mogen aanbidden, Heer. U alle eer, roem en glorie mogen geven, Heer. Dank u wel, Heer, dat we ook vanavond, Heer, mogen geven aan deze geweldige bediening, Heer. Heer, dat er zoveel mensen in hun hart geraakt worden, Heer. Door wat Wim en Gea mogen doen, Heer. Door Presence heen. Heer, en ik dank ook alle mensen die hier aan meewerken, Heer. Dank u wel, Heer. Dat er zoveel gegeven wordt, Heer, aan bedieningen, Heer. Dat er zoveel gegeven wordt, Heer, in dit land, Heer. Dat er zoveel vrijgevigheid is... In de harten, Heer, dat er zoveel gezaaid wordt. Dank u wel, Heer, dat u ook zoveel zaaigoed geeft, Heer. Heer, we zijn u zo dankbaar dat u ook het zaaigoed, Heer, doet opkomen, Heer. Heer, en dat alle vrucht daarvan weer voor u is. Wat is dat heerlijk, Heer. Dank u wel, in de machtige naam van Jezus. Amen. Dankjewel, Dennis. www.presence.nl/ondersteunen. Het mooie is, als je alles van God verwacht, hoef je er weinig woorden aan te geven en mag je de zegen doorgeven. We gaan even een moment van rust inbouwen, zodat u nog even dat kunt doen op uw telefoontje. En dan over een half minuutje, gaan we verder. Ik stel voor, King of Glory. En dan... Ik hou van een gevende kerk. Kijk wat een plezier we op het veld hebben. Prijs de Heer.
Yes. Nou, we zijn nog lang niet klaar. We gaan nog heerlijk door met prachtige liederen. We gaan zingen King of Glory. We gaan zingen Waardig is het Lam, Worthy is the Lamb. We gaan zingen Waymaker. We gaan zingen You are Alpha and Omega. We gaan zingen Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u komt, daar zal de nacht verdwijnen. Kom Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heilige Geest. Stort op ons, vul ons met uw vuur, Heer Jezus. Halleluja. En we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. We gaan nog niet naar huis. King of Glory. CC Winans. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we? I just wanna be with you.
Zegen vieren voor altijd.
Glory, yeah. We
prijzen u en we aanbidden u. Heer, u bent het waard om geprezen te worden. U bent de geneesheer. U bent onze redder. U bent de Messias. U bent de koning van alle koningen. En u bent ook onze geliefde Vader. We eren u als degene die gekomen is in het verleden, maar er vandaag nog steeds is door uw geest. We danken u, Heer Jezus, voor het kruis van Golgotha. Voor het bloed dat heeft gevloeid, waardoor we u konden leren kennen. Waardoor we redding mochten ontvangen. Het is zo goed om te zijn aan de voet van het kruis. Het is zo goed om te zijn op die dierbare plek waar de vergeving van de Heer Jezus vloeit. Over een natie, over een land, over een kerk, over mensen die vol zijn van de Heilige Geest. Vader, we danken u voor uw Heilige Geest die stroomt door Nederland. We danken u voor uw geest die de kerk in vuur en vlam zet. We danken u, Vader, dat u de geliefde Vader bent van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken u dat u degene bent die van het begin wist hoe het einde zou zijn. En die van het einde het begin weet. Vader, vandaag zeggen we, Heer, uw licht en uw liefde schijn. Heer, schijn op ons. Schijn met uw licht in ons hart, Heer. Zodat dit land terugkeert naar u. In de naam van Jezus. Laten we zingen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Pearl, wil je vragen om het lied te zingen? Samen met Sarah Benemida, Pearl Joostzoon. Sarah Benemida. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Kom, Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. Come.
Dankjewel, Sarah en Pearl. We gaan straks eindigen met Every Praise is to our God. En ik zou dan straks, als het gaat beginnen, zou ik jullie allemaal hier zo voor op het podium willen hebben. En hoe heet jij? En Gabriel, jij mag hier even dit plekje. Ja. Straks. We moeten heel even wachten. Yes? We moeten heel even wachten. Maar we gaan er knallend uit de komende 5 minuten nog. Ik wil jullie allemaal danken voor uw gaven. Ik wil jullie danken voor het mede mogelijk maken van deze avond door uw gebed. Ik wil jullie danken. Lievers, even rustig nog. Ik wil jullie danken voor de zegen die jullie hebben gegeven. En blijf het vooral doen. God voorziet door gevers heen. En ik wil jullie daar heel hartelijk voor bedanken. Dus u kunt nog gaan naar www.presence.nl/ondersteunen. Zeker ook als de website er net even uitlag. Als het niet lukt, dan kan het thuis alsnog. Ik wil vragen Wim Kater om naar voren te komen en korte gedachten te delen voor Ondernemend Nederland. En dan daarna, voordat we naar Every Praise gaan, wil ik vragen aan Joshua Cotadini om samen met 10 jongeren uit Amsterdam Zuidoost hier on stage te komen om samen te bidden voor Nederland. En vanuit de Bijlmerbelt, het gebied in Nederland waar de meeste christenen per vierkante kilometer wonen. Dat is niet Urk, dat is niet Staphorst, dat is in de Bijlmer. Om vanuit die plek midden in Nederland, Nederland te zegenen. Wim Kater, zou jij een woord willen delen? Wie is de koning der koningen? En wie is gekomen om ons het leven te geven in overvloed? Oftewel, hij is sterker dan degene die is gekomen om te roven, te stelen en te vernietigen. Dus we richten ons ogen op Jezus Christus. Als Nederland, maar bijzonder als Ondernemend Nederland. Want Jezus regeert. En dat betekent ook dat we ons oog niet richten op manipulatie. Op intimidatie, op roof. En in het bijzonder bid ik nu, Vader, in uw naam, voor Ondernemend Nederland. Bid ik dat ze gezien zullen worden in hun roeping. Want God gaat een revival brengen in en door business. En daarom bind ik elke macht en kracht die intimideert. Die rooft, die steelt, die de plannen willen uitrollen van het Rijk der Duisternis. En ik spreek vernietiging uit over de werken van de duisternis. Maar we richten ons oog op de Koning der Koningen, op Jezus Christus. En we spreken dus leven uit over de plannen die God heeft voor Nederland als een handelsnatie. Wij zullen als handelsnatie handel drijven voor het Koninkrijk van God. Dat is geen droom, dat is geen wens. Dat is een realiteit. Want we zijn geroepen als een trade nation for this world. To trade for the King of Kings and the Lord of Lords. And his name is Jesus. En vanmiddag kreeg ik een visioen. Ik zag een golf. En het leek zo mooi. Die afkwam op Ondernemend Nederland. Het leek zo mooi, maar toen de golf dichterbij kwam, zag ik dat het niet zo'n mooie golf was. En ik zag een rij mensen staan, ondernemers, in het bijzonder ook agrarische ondernemers. En toen zag ik het beeld van een ruiter te paard, een wit paard. En het was ontegenzeggelijk, Jezus Christus, de King of Kings. En ik zag een tweede paard. Het was duidelijk, het was een ondernemer die erop zat. Met een banier in zijn hand. Goudkleurig. En op de banier stonden 3 woorden. Gerechtigheid. Vrede.
en vreugde. En het woord van God zegt dat gerechtigheid, vrede en vreugde in en door de Heilige Geest, dat het Koninkrijk van God is. En het Koninkrijk van God zal doorbreken. En het is aan het doorbreken. En daarom, bijzonder ondernemend Nederland, bouw je bedrijven op gerechtigheid, op vrede en op vreugde. Want dat zal de overwinning hebben. Want Jezus Christus heeft een volkomen offer betaald. En we prijzen uw naam, Jezus Christus, dat u een volkomen offer heeft gebracht. Dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Niet alleen wie, maar dus ook de bedrijven, ook de atmosferen. Ook deze stad. Ook deze natie. Geloven wij dat? We danken u, Jezus Christus, dat we u mogen volgen in eigen zwakheid. Want uw kracht wordt in onze zwakheid zichtbaar. Halleluja. Amen. Dankjewel. Wim Kater, directeur van CBMC, ondernemersvereniging in Nederland, christelijke ondernemers. Joshua, mag ik je vragen om hier te komen? Dan gaan we afsluiten met Every Praise. Oh, je bent er al. Halleluja. Waar zijn je vrienden? Waar zijn je vrienden? Oh, overal. Oké, okay, hoeveel van jullie geloven in de jongeren vandaag? All right. Oké. Okay. Wie is hier onder de 30 jaar? Dan ben je nog jong. Oké, okay, ik ben 40 plus, maar ik voel me jong. Hey, ik wil je alleen maar kort en krachtig zeggen dat de Heer Jezus heeft me meer dan 20 jaar geleden gered van criminaliteit, van drugs, van ganglife in Amsterdam-Bijlmer. En nou mag ik hier voor de jeugd bidden. En ik wil jullie vragen, al ben je niet onder de 30 jaar, maar iedereen hier op het veld, hef je handen naar de Heer Jezus, iedereen. En we gaan nu bidden voor alle jeugd, alle jongeren hier in dit land. Die te maken hebben met geweld, met criminaliteit, met ganglife, met drugs, met wat dan ook. Tieners die weg zijn gelopen van de kerk, tieners die weg zijn gelopen van huis, tieners die weg zijn gelopen van hun ouders. Een van die tieners, dat was ik. En vandaag kan ik je zeggen dat Jezus Christus een wonder heeft gedaan in mijn leven. En als hij dat in mijn leven heeft gedaan, kan hij dat ook in hun leven doen vandaag. Dus Vader, in de machtige naam van Jezus, we dragen alle jongeren voor de troon der genade van God op. En we danken u, Vader, Heren. Heren, dat uw zalving, Heren, mag neerdalen hier op dit land. Vader, Heren. Heren, en we bidden, Heren, dat alle jonge mensen, Vader, Heren, Heren, die verloren gaan, Vader, Heren, Heren, die worden getriggerd, Heren, Heren, om in de criminaliteit te gaan, Vader, Heren, Heren, alle jeugd, Heren, Vader, Heren, die worden getriggerd, Heren, Heren, om moorden te plegen, Vader, Heren, Heren, om andere dingen te doen, Heren, Heren, wat u heeft verboden, Vader, Heren, Heren, wat uw Heilige Geest verdrietig maakt, Vader, Heren, Heren, bidden wij, Heren, dat die jongeren, Vader, Heren, gewonnen worden, Heren, Heren, want dat als u dat in mijn leven hebt gedaan, u heeft mij vrijgemaakt, Vader, Heren. Totaal, Heren, van drugs, van criminaliteit, Heren. Kan u het ook in hun leven doen, Heren. En wij danken u, Heren, Heren, dat wij mogen bidden, Heren, als ouders, als pastors, als kerken, Heren, als leiders, als Nederland, Vader, Heren. Heren, voor de jeugd, Heren. En we danken u dat u ze zou redden in de machtige naam van Jezus. En iedereen zegt, amen. Yes. Every praise is to our God. Yes. Hallelujah. Every word of worship. Hallelujah. Okay. Ze komen on stage. Hier zo voor, hier lekker omheen. Gabriel, jij in de midden. Yes. Doe dat daar een beetje. Verspreid je maar een beetje. Gabriel.
Yes. We zouden heel graag doorgaan, maar we gaan stoppen. Yes. Hey jongens, even helemaal stil. Voor het slapen gaan zouden we natuurlijk nog graag een lieve opa willen vragen om te bidden voor ons, of niet? Ja. Ik ken een hele lieve opa en dat is ook een hele goede vriend van me. En zijn naam is Jan-Paul. Jan, zou jij voor Nederland willen bidden? Zou jij voor ons willen bidden? Je bent niet alleen een hele lieve opa voor je kleinkinderen, je bent een goede vriend. En je bent een groot voorbeeld voor Nederland. Ja. Het is een voorrecht om Jan hier naast me te hebben. Hij is een voorbeeld voor veel leiders in Nederland. Hij zegent veel voorgangers in Nederland. Is ook in de politiek een iemand die mentor is voor velen. En spreek ook over je uit, Jan, dat je mentor zult zijn voor velen in de samenleving. En we willen graag een gebed van jou horen voor Nederland. Halleluja. Gaan we doen. Ik wil u eigenlijk vragen om elkaar even vast te houden. Armen op elkaar schouders. Laten we even in een stuk verbondenheid met elkaar staan. Ja. Lieve Vader in de hemel. We willen zo samen opnieuw bij u komen. Heer, wij zijn uw lichaam met elkaar. En u heeft geen andere handen dan de onze, Heer. U heeft geen andere ogen dan de onze. Geen andere mond dan de onze. Geen andere borst dan de onze. We willen beseffen, Heer, dat wij een tempel zijn waarin u wil wonen. En dat u door ons heen, Heer, met uw Heilige Geest mensen wilt raken. Diep in hun hart. Want er is zoveel nood in het land, Heer. Het is gewoon duizelingwekkend als je de cijfers ziet. Er is zoveel nood in het land. En we hebben een antwoord. En het antwoord is Jezus. En Jezus dragen wij met ons mee. En dit land, Heer, heeft weer een herhaling nodig van 1958. We hebben een opwekking nodig. En ik bid op dit moment, Heer, dat uw kerk weer opnieuw vervuld zal worden van uw Heilige Geest. En ik bid op dit moment, Heer, begin maar hier, Heer, met deze mensen. Heilige Geest, wil u uitnodigen om ons diep, diep aan te raken. En ons vol te maken. Dat we vurige mannen en vrouwen, jongens en meisjes van God zullen zijn. Die geweldige boodschap van heil, die boodschap van liefde, die boodschap van genezing, die boodschap van herstel, van bevrijding. Dat die we zullen brengen in dit land, Heer. Op elke plek waar wij met elkaar wonen. Heer, ik bid dat wij dragers zullen zijn van uw tegenwoordigheid. Dat we die tegenwoordigheid zullen meedragen in de straat waar we wonen, in de buurt waar we wonen, op het werk waar we werkzaam zijn, op de scholen, Heer. En dat dit land zal veranderen door Koning Jezus. Wees erin gezegend, in Jezus' naam. Geef God een applaus. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de zegen die je hebt gebracht vanavond op dit veld. Ik wil de dopers bedanken, ik wil de bidders bedanken. Ik wil Elvis E. bedanken die het hele koor geleid heeft. En alle mensen van de Presence Choir, alle mensen van het Presence Mass Choir, iets helemaal nieuws. Een groot koor. De backing vocals, de mensen die achter de schermen hebben gewerkt. De mensen die dit mogelijk hebben gemaakt door hun geven en door hun financiën. Ik wil frontrunners bedanken voor de bidders die hier zijn geweest. Ik wil jullie zegenen in de machtige en krachtige naam van de Heer Jezus. Wees gezegend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Goede reis terug naar huis. Verspreid het vuur door Nederland. Laat de kerken vanaf dit moment in vuur en vlam staan voor Koning Jezus. En de Bijbel zegt het oordeel begint in het huis van God. Maar ik geloof dat boven alles de zegen begint in het huis van God, wanneer wij ons leven toewijden aan Jezus. We zegenen het parlement op hier op 100 meter afstand, de regering. We zegenen jullie thuis, gezinnen, ouders, broers en zussen, ooms en tantes, mensen die werk hebben, mensen die werkzoekend zijn, mensen die werken in de maatschappij. We zegenen jullie allemaal in de naam van Jezus. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Amen. Ik wil jullie vragen om rustig het veld af te gaan, om afval eventjes mee te nemen in je tas, zodat we het veld schoner achterlaten dan dat we het hebben aangetroffen.
verspreid de livestream om je heen naar zoveel mogelijk mensen, zodat mensen kennis maken met de glorie van God. In Jezus' naam. Amen.